We zitten hier nu met Joey van Sarotank in de Romein in Leeuwarden. Joey, kun je meer over Sarotank vertellen? Hoe is de band ontstaan? Ja, dat kan ik wel. De band is ontstaan eigenlijk omdat we de meeste leden van Sarotank, die hadden vroeger met z'n allen een metalband, Dust Devil. En we zijn in 1987 begonnen, best wel vroeg. Je had weinig metalbands toen, dus we hadden gewoon best wel een te gekke band. Heel veel opgetreden, Morbid Angel en dat soort bands. En nu hebben we een paar jaar geleden gewoon bedacht van nou laten we gewoon weer een band beginnen, maar dan heel anders of zo. En het Sarotank is gewoon een super perverse, over de top band. En toen waren we eigenlijk een heel serieuze band, dus eigenlijk is het ook het afschudden van je hele serieuze metal leven. En toen waren de drummer en ik, dus de zanger, de gitarist en de bassist, waren uit de originele bezetting van Dust Devil. Maar de drummer is toen mee opgehouden, die verhuisde in Eindhoven. En toen is Koos van de Velde, ja, dat is gewoon ook een hele goede vriend van mij. En ik vind het de beste metal drummer van Nederland. Hij heeft zelfs workshops gegeven met de drummer van Nile en zo. Hij heeft een Wicked Witch gespeeld, een Amerikaanse band. Hij is gevraagd voor Necrophagist. Dat is gewoon echt. Ja, ik vind het, mijn mening, gewoon de beste drummer die er is. En een hele goede vriend. En ik heb ook met hem in een band gespeeld voor de Sarotank. Dus ik zei, we moeten Koos vragen. Dus Koos kwam erbij. Ja, en toen werd het dan een beetje zo'n all-star band voor ons gevoel van de oude Friese metal scene. En toen heb ik Jacob Rood gevraagd. Dat is een idee van Koos. Jacob Rood, ja, die heeft My Mind's Mine opgericht en Straw. En Room 13, zijn laatste band. Nou, en in Friesland zijn het ook best wel legendarische bands. My Mind's Mine ging toer door Japan en zo. Dus ja, toen waren we helemaal zo'n soort all-star band. En ja, toen moesten we nog wat verzinnen. Om het gewoon niet standaard te maken. Gewoon, want ja, we zijn ook vet lui nu. Dus we willen helemaal niet meer technisch en ingewikkeld doen. Zoals we altijd deden. We willen gewoon rammen. Dus we maken gewoon extreem perverse, zieke, agressieve oldschool thrash metal en dat bevalt ons geweldig. Ja, we zijn helemaal onze nopjes en we scheiden alles. Als we beginnen met een optreden, dan zeg ik eerst tegen het hele publiek, zeg ik fuck you, fuck you, fuck you. En dan is het toon gezet. En dan weten ze dat ik ook gewoon, dat je ons niet te serieus moet nemen. Want we staan er voor de lol en we doen niks anders dan lol maken. En we slopen de boel. Dat is Sarotank, zeg maar. In een notendop. Hoe zijn jullie eigenlijk op de naam Sarotank gekomen? Ik dacht zelf, heeft misschien iets te maken met de band Tankard, omdat een van jullie thema's ook bierdrinken is, net als bij Tankard. Nee, het is een andere band, die heet gewoon Tank. En er was vroeger ook nog een band, die heette Sado. En dat vonden we eigenlijk wel leuk, die bands. Dus hebben we dat gewoon bij elkaar gedaan. Ja, ik weet ook niet waarom. Maar het dekt een lading, zeg maar. En cool. Het is dan wel te gek. Ik dwaal even af, maar wat ik zie nu in één keer onze naam voor me. Maar wij hebben gewoon een Sado Skull hebben we nu. En die stond eigenlijk vroeger altijd op de zijkant, dus ik keek het publiek nooit recht aan. En ik wou dat die Skull het publiek recht aankeek. Toen hebben we gewoon die gast die Skull van Motorhead gemaakt heeft, hebben we gevraagd om onze Skull recht te zetten of hij dat wou doen. Hij zei, nou ja, dan moet ik eerst even luisteren. En toen mailde hij terug. Hij zei, nou, this sounds like just my kind of thing. En toen heeft hij dus voor onkosten die Skull voor ons gemaakt. Geairbrushed. En die hebben we gekregen. Dus daar gaan we nu wat mee doen. Maar dat soort dingen. Kijk, dat is toch geniaal. Alleen maar omdat je van die sicke metal maakt. Ja, krijg je toch wel een beetje het respect wat je zelf ook. Wat wij gewoon willen hebben door dit soort muziek te maken. Scheid aan alles en niet serieus doen en geen beladen onderwerpen of zo, want dat heb ik mijn leven al gedaan in metal bands. Ik wil gewoon nu dat het helemaal nergens over gaat, alleen maar ranzige shit, kapot zuipen, coma sauven en noem het maar op. Want ik zei het net ook al voor het interview eventjes, maar het is gewoon net als een horrorfilm kijken met een politieke boodschap. Als ik een horrorfilm kijk, dan wil ik gewoon bloed zien. En als je Sarotank hoort, dan hoor je gewoon alleen maar extreme shit die gewoon lachwekkend is. Ja, dat is wat we wouden. Vooral ik, als tekstschrijver. Sorry. Vertel wel veel, maar ja, net na een optreden.
Ja, dan ben ik een beetje volle adrenaline. Dus, nu geef ik korte antwoorden. En zoals je net al zei, hebben jullie ook al wat extremere teksten. Waar halen jullie de inspiratie voor die teksten vandaan? Nou, dat is dus heel simpel. Zal ik eerst vertellen hoe ik vroeger teksten schreef? Ik deed er echt maanden over. Elk zinnetje moest kloppen. Het moest allemaal, elk zinnetje moest ook weer symbolisch zijn. Zodat er een boodschap in zat, maar je kon het ook weer anders interpreteren. En ik frikte er eigenlijk gewoon in door. En nu schrijf ik gewoon teksten in een uurtje. Ik zie gewoon iets ranzigs op tv of zo. En dan hebben we weer een tekst. Of ik denk, ik weet niet waar ik een tekst over moet schrijven. Nou, dan schrijf ik gewoon over thrash metal. Maakt het uit. Ik bedoel, onze teksten gaan over alcohol, over de extreme seks en over thrash metal. Zo simpel is het. En dat, dat bevalt goed, want ik schud ze zo uit mijn mouw. Nou. Ja, zoals ik ook van jou heb begrepen, zijn ze in de politiek hier in Friesland niet zo gecharmeerd van de teksten. Nou, dat klopt inderdaad. Want ik schreef dus vroeger politiek correcte teksten voor mijn eigen gevoel. Maar ik heb nu helemaal niks meer met de politiek. Ik dik alles gewoon gigantisch aan. Er zit geen enkele boodschap in. Behalve dat het gewoon vet is om Heil Satan te horen of zo. Of weet ik veel, Fist Fucking Beast from Hell. Ik bedoel, ik lig zelf in een duik en iedereen zingt het mee. Nou, wat wil je nog meer? Maar kijk, ik zal het verhaal vertellen. We moesten dus in het badhuis spelen in Zwagersteinde. En daar werd een cd van gemaakt van alle bands die daar gespeeld hadden. De kast stond erop en zo. Maar goed. Dus de gemeenteraad, die kreeg die cd, kregen ze ook cadeau. En toen heeft iemand van de ChristenUnie heeft gehoord. En toen is hij die tekst uit gaan pluizen. En heeft hij mijn absurde teksten letterlijk genomen. En daar heeft hij een wetsvoorstel mee ingediend om... ons en bands zoals ons te weigeren in die gemeente. Tenminste, als een zaal ons boekt die gesubsidieerd is, verliest die zaal zijn subsidie. Dus het is ook echt gewoon verkapte chantage is het. En mij maakt het geen fuck uit, weet je wel. Ik heb misschien wel 8-9 keer in het badhuis gespeeld in mijn leven. Dus ik ben ook wel klaar met die gemeente. Maar ik vind het gewoon... heel sneu voor die gozer die bands boekt, Wiebe. Want die laat die band spelen. Op metalavonden komen de meeste mensen, qua relatief gezien. Ze zuipen ook nog het allermeeste. En dan ze hebben totaal geen subsidie nodig voor metalavonden. Maar de subsidie wordt gebruikt om gewoon dingen voor de jeugd te organiseren en zo. Dus dat gaat er dan kapot. Dus ze hebben ons er niet mee. Ze hebben gewoon jeugd op straat ermee. Kut zwarte kousen gemeente daar. In Dante Madeel. Dat zijn echt steltje fucked up klootzakken. En ik bedoel, laat ze naar hun eigen foundation kijken. Ik bedoel, de kerk is wat mij betreft gewoon een satanswerk. Want als er een God en een Satan bestaan, dan heeft Satan de kerk bedacht. Want er is geen instituut wat meer mensen vermoord heeft als de kerk en nu nog steeds. En er is geen instituut die zoveel verkrachtende pedofielen aan het werk heeft. En dan proberen ze dat ook nog stil te zwijgen of krijgen een baantje in een ander land. Dat soort shit. En dan hoor je die lui, die extreme zwarte kousen familie daar in Dante Madeel. Die hoor je dan over onze teksten gaan zeiken. Kijk, dit is gewoon, hoe noem je dit? Zo hypocriet als de hel. De hel. Persoonlijk heb ik dan ook, dat ik sowieso van, zo moeten religie en politiek, dat hoort gescheiden te zijn. En ze hebben hier eigenlijk, vind ik, geen recht van spreken, maar goed. Nee, ik bedoel, ik scheid het al met deze, nu scheid ik erop trouwens, maar ik scheid het al met deze band. Ik had ook altijd een beetje zo'n links-anarchistische mening. Maar ik heb ook gerealiseerd dat het totaal geen zin heeft. Want ik bedoel, als je een boodschap wil uitdragen, dan maak je eerst die statement. En dan maak je misschien daarnaast nog muziek. Maar je maakt niet muziek om een boodschap uit te dragen. Dat vind ik ook wel. Zeker met metal vind ik dat zo. Want metalbands die maken het vaak zo symbolisch dat je er niks meer van snapt. En dan is er een bepaalde boodschap. Maar ja. Wat heeft het voor zin, weet je wel? Dat is niet waar mensen nou echt naar luisteren, volgens mij. In ieder geval, ik heb er persoonlijk een beetje genoeg van. En,
En dat de politiek dat doet, dat is toch altijd al zo geweest. Ik bedoel, die kerk die wurmt zich overal tussen. En het is nu misschien wat minder als ooit, maar het is nog steeds wel duidelijk. Kijk, zo'n man van de ChristenUnie heeft één zetel. Er is één zetel die ze hebben in Dante Madeel en die krijgt dit dan voor elkaar. Ja, het is gewoon omdat subsidies gedrukt moeten worden en omdat ze die stem waarschijnlijk nodig hebben voor een ander voorstel. Het is gewoon wheeling en dealing. En zo werkt de politiek toch, met wie je ook zaken doet, weet je wel. En nu doen ze zaken met de duivel trouwens. Kut ChristenUnie, sorry. Nou, ik erover op. Ja, in hoeverre hebben jullie er zelf als band nog last van met deze politiek? Nee, daar hebben we totaal geen last van. Ik bedoel, werkt helemaal in ons voordeel. Ik bedoel, ik fok me erover op. Nou, ik kan de tijd wat vullen. En extra promotie. Ja, en het is gewoon promotie. Ja, en dan doen we er eigenlijk nog niks mee. Want ja, dan zijn we nog zelf een beetje te lui voor. En bovendien, ja, weet je, is het ook iets waar ik had eigenlijk zoiets van laat maar. Nu praat ik er wat meer over de laatste tijd. Want ik erger me er gewoon wel telkens meer aan. Zo. En niet voor ons, maar gewoon dat op die manier te werk wordt gegaan. En dat die kerk zo fucked up is. Zo. En dan een beetje teksten van mij letterlijk gaan nemen, terwijl ik gewoon het als een grapje bedoel. Ik bedoel, neem Hans Theo eens letterlijk. Of kijk eens een videospel. Dat is even grof of grover. Dus ja, het is een hele makkelijke truc natuurlijk om het zo te doen. Dus ja, het typeert wel. Eigenlijk is het ook wel weer typerend voor waarom ik gewoon helemaal geen politieke teksten meer wil schrijven. Ik bedoel, er komt geen einde aan. Het gaat te ver momenteel. Er zit nergens meer een grens op. Alles kan, maar niemand schrikt meer ergens van. Weet je wel, je persoonlijke vrijheid wordt gewoon gigantisch ingedampt. Overal zit controle op. Ja, vroeger hoefde er maar een vorm van zulke controle te zijn. En iedereen die stond op een achterpoten. Maar nu schrikt niemand nergens meer van. En iedereen heeft volgens mij zoiets van laat. Maar Nederland, dat is gewoon alsof je de zuurstofkraan dichtdraait. Op een gegeven moment stikt iedereen hier. Dat weet ik zeker. Ja, ik heb zelf wel een idee dat mensen er ook niets meer aan doen. Omdat ze zoiets hebben van, ja, het is alweer voor ons beslist. We kunnen wel gaan demonstreren of wat dan ook. Maar dat is al ingecalculeerd. Dus. Ja, sowieso. Maar ik bedoel, dan kan je elke dag wel demonstreren. Want er is elke dag wel weer iets. En als er dan lui gaan demonstreren, dan stel je Mongolen. Weet je, van die occupiers. Ik bedoel, dat is wat voor junkerfest. Ja, dan is dat een demonstratie. Nou, ik bedoel, dat maakt het wel weer duidelijk. Alleen dat soort idioten, die komen nog. En dat doen ze ook alleen waarschijnlijk omdat er een paar dealers rondlopen. Of zo, weet ik veel, wat een idioten. Dus demonstreren, wat nou. Ja, dus jullie worden nou echt geconfronteerd met een beperking in de vrijheid van meningsuiting. Ja, en een vorm van censuur. Ja, ik vind eigenlijk dat het niet zou moeten kunnen in Nederland. Nee, maar het is gewoon 9-11, weet je wel. Daarna moest in één keer. Ze kunnen alles wat ze maar willen, kunnen ze erdoor krijgen. In Nederland luistert de meeste telefoons in percentagegewijs van wat voor land in de wereld ook af. En ze bewaren al sms'jes 2 of 5 jaar, weet ik veel. Ik bedoel, wat is dat nou? Je wordt gewoon helemaal. Maar het maakt me geen fuck uit dat ze dat doen, maar het feit dat je het weet. Dat maakt mijn longinhoud weer wat kleiner hoor. Want op een gegeven moment stik je hier en dan ben ik hier weg. Als het zo doorgaat. En er is ook geen demonstratie meer mogelijk, want het is te veel. Weet je, iedereen wordt gewoon een robot. Of het wordt een totale revolutie. Of slaat een meteoriet in of zo. Want ik weet het anders ook niet. Maar het is gewoon het. Weet je wel. Ik dacht altijd iedereen moet stemrecht hebben, maar. Ja, 75% van Nederland, dat zijn gewoon achterlijke Mongolen die te dom zijn om te stemmen. Ja, ik heb het gevoel dat je alleen maar mag stemmen als je een beetje niveau hebt of zo. Want als al die racisten uit de dorpjes en de achterbuurten, die gewoon niet eens weten waar ze het over hebben,
bang zijn voor dingen waar ze nooit last van hebben of nooit meegemaakt hebben. Ja, achterlijk is dat, weet je wel. Mensen moeten nadenken. Maar ik hoop dat het ooit gebeurt en dan zal het wel massaal zijn. En dan is het gewoon een revolutie. Dat kan niet anders. Want er is te veel dat je moet slikken als burger. Nou, ja. Ja, ik had eigenlijk nu politieke teksten moeten gaan schrijven. Vroeger nou, van die perverse shit. Even voor een volgend nummer. Ja, nou, ik heb nu gewoon zo'n hekel aan de kerk gekregen. Want ja, ik vind dat soort lui die van die verkrachtende dominees proberen stil te zwijgen. En een beetje op metal bands gaan letten en zo. Dat, ja, kijk, dan komen we zo in mijn gebied, weet je wel. En dan voel ik, dat heeft me wel heel boos gemaakt. Weet je wel? I burn your church and piss on your grave, godverdomme. Dat denk ik nu. En ik snap het ook hoor, in Noorwegen. Kerken. Wie bouwt er ook een kerk van hout daar? Maar ja. Dat was inderdaad ook niet een beetje. Nee, en daar is iets van meer dan 90% van het land is gelovig. Dus ja, die 10%, volgens mij is maar 5 of zo. Die niet gelooft, die is natuurlijk ook extremer. Dus dan krijg je dat. Vroeger waren dat de vikingen. Kijk die metal documentaire maar. Vond het zo geweldig. Ja, het was even een totaal ander onderwerp. Harco en ik waren vandaag bij Tamme op bezoek in zijn winkel. En, we horen vandaag dat jullie binnenkort op Frisian Metal Massacre gaan staan. Deel 2. De LP die Tamme Oosterhof in september, geloof ik, uitbrengt uit mijn hoofd. Kan, ik weet niet wanneer die uitkomt, maar dat vind ik ook wel te gek hoor, dat ze dat gedaan hebben. Want wij zijn echt zo erg, want we zijn zo lui. Dus ja, we hadden al een paar keer een afspraak met Tamme en toen waren we gewoon niet opkomen dagen. Gewoon vergeten, kater of zo. Maar we wouden het eigenlijk wel. Maar ja, we dachten ook, laat maar zitten dan. Want ja, we hebben het zelf een beetje verprutst. Maar toen hadden ze ons echt specifiek gevraagd van, jullie moeten erop. Nou, dat vind ik wel te gek. En ik vind het ook terecht trouwens. We moeten er ook op. Tamme. Ja, volgens mij zijn we nu tot een beetje aan het einde van het interview gekomen. Heb jij zelf nog iets wat je de luisteraars graag wil meedelen? Nou, ik heb alles al gezegd. En we luisteren vooral veel sick satanic perverse thrash metal. Ja, satanic sluts en alcohol, weet je wel? Wat ik altijd zeg. Alleen op het podium zeg ik het wat heavier. Dus kom een keer kijken, Sadotank. Dat, amen.